Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianant Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 10 hier in Zandvoort. De grote prijs van Nederland staat dus op het punt te beginnen. Heb je die vorige wedstrijd gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan een krijgsproblematie ietsje later op. Is jij die aflevering verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijks F123 My Team Career Mode content. Vorige wedstrijd verliep helaas niet zo goed, werd helaas daar 17e. Hopen dat we dat deze race kunnen gaan verbeteren. En met Zandvoort is Nederland, wij zijn dus Nederlands. Dat betekent een thuisrace dus. Goed verhaal. Even kijken welke livery het beste is en die kunnen we even gaan aanpassen. Kleuren rood, wit, blauw dus op de auto. En dan wordt dit dus de auto voor deze race. Typisch de Nederlandse kleuren erin verwerkt. Even dan teamkleuren aanpassen. En nu door naar de kleding, oftewel de handschoenen, het pak en de helm. Ziet er meer wat grijs uit, maar goed, het is toch echt wit. Dus ja, dan doen we dat. Dan ook even de pakken aanpassen en de handschoenen. Ook weer in de kleuren van de Nederlandse vlag. Dat is dus ook gebeurd. Nou, goed om te zien. En ja, dan spoelen we de tijd zometeen eventjes door. Komt ook een seizoenbreak aan, dat er even geen race is. Kunnen we de kalender nog even opvullen. En dan weer de tijd even doorspoelen. Een aantal updates komen dus binnen. Dat is goed om te zien. Rally Hot Lap slaan wij dus over. We kunnen nog even kijken wat we kunnen doen aan de faciliteiten. Komen er dus ook aan. Ook even kijken of we ook nog iets kunnen gaan updaten. Dat is dus ook gebeurd. Goed om te zien. Een kleine en een grote update dus. Binnenkort op de auto gezet. We zijn dus niet meer het slechtste team. We hebben Alfa Romeo en Alfa Tauri ingehaald. En dus is het tijd voor onze thuisrace hier in Zandvoort. Laten we beginnen met de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij misschien niet als laatste gaan eindigen in de kwalificatie. 15 minuten dus op de klok. In onze nieuwe auto. DRS dus geopend. En we gaan dus een tijd laten noteren in Zandvoort. Ietsjes te wijd.
Bij de eerste bocht heeft ons wat tijd gekost. Kom aan bij het laatste gedeelte van de baan. Daar raken we per ongeluk de muur. En dat betekent dat deze ronde niet goed genoeg is blokkeren. Ook een beetje Sergio Perez. Geen idee of hij naar binnen duikt. Rijdt een ronde langer door en wij laten een 1.14.260 noteren. Een P10 voorlopig op dit moment. Tot 15 minuten regen. Als daar in één keer een Alfa Tauri probeert daar in de weg te rijden. Volgens mij is dat Yuki Tsunoda. Bewolking op het circuit is erbij gekomen. En hopen dat wij ons toch nog weten te verbeteren. Staan op dit moment op een 22e en laatste positie in Q1. De eerste bocht nemen wij heel erg goed. Gaan er al een paar duizendste omhoog in onze tijd. Nu is het 2/10 met paars in sector 1, maar daar gaan we ietsjes te wijd. En de tijd is wat verpest, 19e, een seconde zelfs erboven. Pakken daar Tsunoda mooi terug, maar daar schieten wij weer te wijd. En krijgen een waarschuwing, momentje overstuur op de exit. En nog 6 seconden op de klok, de tijd. We gaan ons toch nog verbeteren, zie ik. Vlag hangt uit in Q1. En wij komen op een laatste plek. Blijven laatste in de kwalificatie. Dat betekent dat Lewis Hamilton na de snelste tijd is gereden. We stappen op P2 op precies 1/10. En wij staan dus op P22, verschoren op P19. De Vries op P21. Jammer van de kwalificatie. Is het op naar de race. En kijken wat dat dan gaat opleveren. Daar gaan we dan. We're on the coast of the North Sea at Zandvoort Circuit, 25 miles outside of Amsterdam. We're all set for the Dutch Grand Prix, a race that the greats have won at, including Jim Clark, who took the biggest trophy home here on 4 occasions. Zandvoort Circuit then, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. And watch out for cars making use of the DRS zone into turn 1 to overtake. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. George Russell will begin today's event in pole position. Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Fernando Alonso, Bottas, Gasly, Ocon, Magnussen, Stroll, Joe, Hülkenberg, Albon, Oscar Piastri, Sargeant, Richard Vishaw, Tsunoda, De Vries, and the Professor. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Now, can I get your take on Max Verstappen? And we welcome Anthony Davidson to the commentary box once again. And this driver had a great win last time out. Can they carry that momentum into this one? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're still in with a chance of winning this title. We need you to push as hard as you can in the 5 remaining races. We hebben een uitstekend idee voor de wereldtitel vechten in je debuutseizoen. We komen nergens aan te pas. Dus ja, die wereldtitel kunnen we gewoon vergeten. We moeten ons hopen op volgend seizoen, maar ik verwacht er ook niet al te veel bijzonders. Ga gewoon ons best doen in deze thuisrace voor ons. Uit op de laatste positie op P22... achter Nick de Vries. Iedereen op die zachte band. Volgens mij met Lewis Hamilton op pole position. En wij komen dus prima weg van onze startpositie. En dan komen we aan bij de startprocedure met Lewis Hamilton op pole position. Charles Leclerc volgens mij op P2, omdat Verstappen een penalty heeft gepakt.
vanwege een componentwissel. Wij gaan nog even extra de banden opwarmen, zodat die goed op temperatuur zijn voor de start. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 10 van F1 23. My Team Kremert. Wij starten op de laatste positie in onze thuisrace voor ons Nick de Vries. De score op P19. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Nederland hier in Zandvoort. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen matig weg. Alhoewel komen prima weg. Sergeant heel slecht weg. De Vries al gepasseerd voor P21. Aan de binnenkant proberen wij te scoren. En de Vries raakt ons daar gewoon op onze linker voorband. Duwen onze landgenoot helemaal wijd. En het is gelukkig P21. Hier aan de buitenkant kijken bij Sergeant. Jazeker. Dat lukt, hoop ik. Meer snelheid meenemen. Het is P20. Goed gedaan. Op naar Richard Verschoor. Voor P19. Een prima start tot nu toe. Kunnen hier Verschoor nog niet aanvallen. Dan zometeen proberen op de exit. Hier lukt het ook niet. Dan moeten we het zometeen hebben van de hairpin. Hier overtakenknop aangooien. Sergeant kijkt met ons mee. En wij vallen daar Verschoor aan de binnenkant. Jazeker, goed gedaan. En het is P19 op naar Yuki Tsunoda. In ronde nummer 2 van de race. Als we daar een aanval doen op Tsunoda, komen we van heel ver weg. En dat betekent dat Tsunoda ons weer terugpakt. Gaat hier heel fel verdedigen. We kunnen helaas nergens naartoe. Nu is het gewoon weer naar de Japaner toe zien te rijden. We kunnen nu in besparingsstand of hier aan een aanval wagen bij Tsunoda. Aan de binnenkant. Jazeker. Dat lukt. En dat is P18. Ronde nummer 3 is het als Tsunoda ons weer terug probeert aan te vallen. DRS is beschikbaar gesteld door Race Director. Wij gaan er een beetje wijd. Maar Tsunoda kan hier helemaal niks. Piastri rijdt al 2 seconden van ons vandaan. Ongeveer 3 seconden is het gat nu. Wij moeten even gaan verdedigen van de Japanner die achter ons rijdt. Verschoor daar ook niet al te ver achter. Hij rijdt op P20. Geel in sector 2 omdat daar iemand gaat uitvallen. Dat is Oscar Piastri. Die daar de strijd moet staken in Zandvoort. Rijdend op P17 en wij schuin een plekje omhoog. P17 is dus nu in handen van ons. De volgende heet dan Nico Hulkenberg. Dat gat is ongeveer 4 seconden. Aan boord bij Piastri wat er zo net is gebeurd. Achter Nico Hulkenberg. En de motor stopt er gewoon mee. Piastri zijn race zit erop in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Einde verhaal. Gele vlag nog steeds vanwege Piastri. Daar zit Tsunoda aan de binnenkant te kijken. Maar dat lukt niet. Wordt daar een beetje wijd geduwd. Kan ook niet terugkruisen. Schoren dus nu naar P18. Hulkenberg rijdt al 5 seconden voor ons. Gat wordt denk ik alleen maar groter en groter. En zometeen kan Verschoor hier aanvallen met DRS. Zit net te ver weg. Ronde nummer 5 is het als we daar ietsjes te veel op de curbstone gaan. Verschoor aan de buitenkant. Kan er niet voorbij. Blokkeren zijn pad. En zometeen op start-finish kan Richard Verschoor nog een keer aanvallen voor P17. Hulkenberg is al 6 seconden van ons vandaag gereden. Aan de binnenkant probeert Verschoor het. Maar dat lukt net niet. Ronde nummer 6. Nog 19 rondes te gaan in de race. Ronde nummer 7 is het. Als we daar nog steeds Tsunoda achter ons hebben. Omdat Verschoor weer is ingehaald. Wij daar een klein momentje overstuur hebben op de exit. Zometeen volgt dat DRS gedeelte. En hier helaas de laatste bocht gaat niet goed. Curbstone aangeraakt. Exit snelheid kwijt.
hier dan al van onze lijn proberen te gaan. Tsunoda aan de binnenkant. Duwen hem richting die pitmuur. Dat is nog steeds P17, maar gaan er een beetje wijd. En dat ziet Tsunoda aan de binnenkant. Is er nog niet voorbij. Onder nummer 11 is het als Logan Sargeant daar kijkt. We gaan daar weer iets te wijd. En duiken naar binnen voor de mediumband in ronde nummer 11. Ocon en Zhou dus naar binnen gedoken. Wij rijden helemaal achteraan in het veld. En duiken dus naar binnen. Daar een klein beetje de muur aangeraakt. Maar geen schade gelukkig. En hebben de auto goed op tijd afgeremd. Gaan dus naar, denk ik, de harde band. Als ik dat goed zeg. Of naar de medium band. We moeten even kijken. Het wordt de medium band. 2,4 is de pitstop. Een goede pitstop. Dus dan komen we mooi voor Nick de Vries weer de baan op. Rijdend op P20. Nu is het op naar Guangyu Zhou die op de harde band rijdt. En daar gaan we iets te wijten. Dat betekent een waarschuwing tegen de pit and lane exit. Die hebben helaas gepasseerd. Ronde nummer 14 is het. Als wij weer voor Tsunoda zijn beland na de pitstops. Probeert hij te kijken aan de binnenkant. Lukt daar net niet. Hülkenberg rijdt al bijna 20 seconden voor ons. Daar Tsunoda aan de buitenkant. Lukt. Dat lukt. Maar wordt daar gewoon. Ja, wordt daar gewoon het grind opgeduwd door ons. We zijn een beetje agressief bezig. En hier al gelijk van lijn verwisselen. Om te zorgen de slipstream te breken. Maar Tsunoda zit daar aan de buitenkant te kijken. Is hij nog niet voorbij? Nog 10 rondes te gaan in de race. Ronde later in ronde nummer 16 zitten wij. Als nog steeds Yuki Tsunoda achter ons rijdt. Hetzelfde geldt voor Nick de Vries. En Tsunoda hier aan de buitenkant. Is hij gewoon voorbij? De Vries probeert het aan die binnenkant. Lukt daar net niet. Kwam daar wat ruimte tekort. En rijdt nu 17e achter ons. 18e inmiddels. Hebben zometeen DRS van Tsunoda. Maar rijdt al gelijk van ons weg. Hij rijdt ook op die harde band. En hebben hier dus DRS. En slipstream. En overtake. En proberen het daar aan de binnenkant. En gebruiken Tsunoda gewoon als remblok. Een beetje agressief bezig zijn. Tsunoda aan die buitenkant. Wordt daar gewoon wijd geduwd door ons. Het is agressief. Dat was denk ik iets te agressief. Dus ja, terechte waarschuwing van Race Director. Dit is ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als het daar geel is in sector 3. Dat daar iemand gaat uitvallen. En Tsunoda mag hier niet aanvallen. Heb ik het hier gelukt, maar wat doet Tsunoda? Probeert daar toch aan te vallen. Nu is het weer groene vlag. Er gaat daar iemand uitvallen volgens mij. Nee, er gaat niet iemand uitvallen. Ik dacht van wel, maar blijkbaar is er niks meer aan de hand. Blauwe vlaggen, omdat volgens mij Verstappen ons op een ronde gaat zetten. Daarachter rijdt volgens mij een Ferrari van Charles Leclerc. Dicht achter hem, hij zit in de laatste ronde van de race volgens mij. Wij zitten in ronde nummer 24. Gele vlag. Gele vlag. En laten daar Verstappen voorbij. Of is dat Sainz? Oh, touché met Charles Leclerc, nee, met Carlos Sainz. Toch Leclerc. Het was toch Charles Leclerc. Hebben Leclerc daar geraakt. Verstappen gaat hier de wedstrijd winnen. Wij moeten hier oppassen voor blauwe vlag. En moeten Tsunoda niet voorbij laten. Hebben daar, denk ik, de race verziekt voor Charles Leclerc. En Verschoor profiteert gelijk mee. Rijdt naar P18. Leclerc met die kapotte voorvleugel. We kijken aan de buitenkant van Lewis Hamilton. Het mag eigenlijk niet, maar toch doen we het. Hebben hier meer snelheid. Zit aan de binnenkant van de zevenvoudige wereldkampioen. Wat kan Russell nog? Helemaal niks. Wij laten Hamilton graven wat het is. Verstappen wint hier de race. Leclerc met de kapotte voorvleugel toch nog naar P2. Wij pakken P17. Matige race. Neutrale wedstrijd voor ons. En is het op naar de volgende wedstrijd.
race then, and a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? Well, confidence breeds confidence. Success breeds success. They are very much enjoying a purple patch right now. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They've performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Hier ben onder de uitspraak van de wedstrijd. Max Verstappen wint zijn thuiswedstrijd. Vertrokken vanaf P4. Pakt de overwinning Charles Leclerc naar P2. Russell naar P3. En hij krijgt ook driver of the day. Verstappen dus. Wij dus naar P17 op een ronde gezet. Verschoren naar P18. Verstappen loopt verder weg van Perez. Wij nog steeds 13e. Staan gelijk met Oscar Piastri. Verschoren nog steeds laat in het coureursklassement. Wij dus 7e in het constructeurskampioenschap met 7 punten. Ja, jammer van Leclerc in de laatste ronde voor hem. Anders had hij de race kunnen gaan winnen. Foutje van ons helaas. Excuses aan Charles Leclerc. Team Acclaim dus met mezelf en Richard Verschoor. Loopt allemaal gewoon goed. Helaas geen sponsorgeld van Echo binnengehaald. 51.500 dollar erbij. Ik heb helaas niks binnengebracht vanwege de schade. In totaal 1,76 miljoen dollar op de bank. We kunnen nog niet gaan besteden aan faciliteiten. Want zometeen, of in de volgende video, komt de contractonderhandelingen met Richard Verschoor. We gaan dus in de volgende video bepalen of hij bij ons blijft, ja of nee. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vindt. Ben je trouwens nu mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F123, My Team, Kremend content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race van mij mist. En volg mij even op de sociale media. @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was de Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gewoon met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.